Club opent het nieuwe theaterseizoen met een tour van de Wild Party. Queenie, een verlopen danseres, Burrs, een enge clown, relatie bijna op de klippen, wild feest. We kennen het verhaal wel. Maar het belangrijkste is waarom we hier zijn, is om fatsoenlijk afscheid te nemen van artistiek directeur Koen van Dijk. Ineens was hij er niet meer. Ja, ja! Kende jij de Wild Party al? Ja, ik heb het 2 jaar geleden gezien, hier ook in Emla. Ik heb het nooit in het buitenland gezien, maar echt hier. En toen was ik er enorm van onder de indruk. Prachtige voorstelling. En het was een van de eerste voorstellingen die ik echt hier heb gezien. Volgens mij de allereerste. En ja, ik was meteen verkocht. Nee, ik ken het stuk überhaupt niet. Dus eigenlijk pas toen ik gevraagd werd voor de auditie, ging ik een beetje YouTuben en googlen en de muziek luisteren. En, ja, ik werd gelijk verliefd op de muziek. Jackie! Ik had de Wild Party gezien hier in Emla, 3 jaar geleden denk ik. En ik was toen helemaal onder de indruk, ik was toen helemaal weggeblazen. Wij zijn Oscar en Phil en wij schrijven muzikale stukken en in de rolbeschrijving staat dat wij een incestueuze tweelingbroer zijn en wij laten dat een beetje geheim. In het midden? In het midden, ja. Ze zijn geen homo, maar... Het komt in de buurt, laat ik het zo zeggen. Homosensueel. Ja, inderdaad. En dus ik hoop daar gewoon een bepaalde mix in te vinden. Dus niet enorm homo te zijn, maar ook niet natuurlijk hetero. Dus gewoon een bepaalde lijn. Je wil ons in verwarring brengen. Ja, dat zeker. Jij speelt, heb ik net gemerkt, Jackie. Ja, is dat niet een doofstomme danser? Kwam het niet goed uit meer in deze nieuwe versie? Ik denk dat ze mij meer kans zouden geven, want doofstom is maar doofstom. Kan je niet zingen, kan je niet spreken. Dus, en ik hoor van Koen dat hij me wel de kans wou geven om waar ook te zingen en ook wat te spelen. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik die kans heb gekregen. De voorstelling heeft zo'n kracht, het heeft zo'n veel verschillende facetten, zoals... Er komt heel veel pijn in voor, maar ook heel veel vreugde en ja, het is heel breed. Dat is toch wel iets dat moeilijk te vinden is in een musical, waar alles toch wel op een hoog niveau aanwezig is. Ja. En ik denk dat in deze musical echt het geval is. Dat gewoon alles, al de ingrediënten zitten erin. Ik zit hier, op deze blauwe. Dus op het juiste... Toen je voor de laatste keer de deur van het M-lab achter je sloot en je keek om, wat zag je? Was je daar trots op? Ik ben ongelooflijk trots op wat we in die nou, zeg maar bijna 5 jaar bereikt hebben met M-Lab. Waar ik vooral heel erg trots op ben, dat zijn alle voorstellingen die we hier gemaakt hebben. Echt repertoire gebracht, wat verder nog niet gebracht werd. Zoals Sunday in the Park with George en zoals nu The Wild Party. Dat is een repertoire waar ik enorm van hou. En wat als M-Lab het niet doet... Wat wordt het niet gespeeld in Nederland? En daar ben ik zo trots op dat gelukt is. Je bent dus erg trots op M-Lab. Ja. En nu ben je weg. Is het niet ongelooflijk leeg? Je kunt nu geen voetafdruk meer achterlaten. Nee, maar ja, ik heb het gevoel dat ik wel een voetafdruk al heb achtergelaten. En op zeker moment begint het ook te wringen dat ik weer zelf dingen wil gaan maken. Ik heb er enorm van genoten om andere mensen te helpen en te begeleiden om hun producties geproduceerd te krijgen. En daar soms ook coaching in te geven. En dan na 5 jaar denk ik van, en nu wil ik weer zelf dingen gaan maken. Heb jij zin in een lach? Heb jij zin in een lied? Een grap en een grof, vergeet het verdriet. Toen zag ze Burrs en die was ook zo sterk. Een sterke kerel met eenzelfde werk. Een paar weken geleden werd ik gebeld. Koen van Dijk op een voicemail. Anna, zou je me alsjeblieft ZSM willen terugbellen?
Hij klonk geagiteerd, zeg. Nee, niet geagiteerd. Lichtelijk bezorgd. Ik dacht, oké, er is iets aan de hand. Het was niet van, kom, we gaan gezellig een afspraak maken voor de koffie. En eind van de dag belde ik hem terug. En toen vertelde hij dus het nieuws over dat Alex wegens gezondheidsredenen niet kunt doen. Nou, vond ik heel erg schrikken voor Alex. Want ik vind wel, je moet altijd voor jezelf zorgen. Je gezondheid is echt het belangrijkste goed. Dus daar schrok ik wel van. Ik hoopte ook, weet je, dat hij gewoon nu even tijd voor zichzelf en even aansterkt weer. En toen stelde hij dus de vraag: wil jij de rol van Mr. Burns spelen? Nou, dat vond ik nogal een vraag. En ik zei ook tegen hem, ik heb daar nu niet 1, 2, 3 een antwoord op. Want mijn hele binnenste gaat tekeer. Zo leuk vond je het? Ja, ik vond het heel bijzonder. Ja. Maar ik ben wel, weet je, het is een hele pittige rol. Meestal ben ik te veel van de impuls. En ik heb nu ook een beetje geleerd om een keer afstand ergens van te nemen. Even een dag of een nacht erover slapen. En dan de volgende dag kunnen ze... Nou goed, ik heb er niet een nacht over geslapen. Maar zo'n 6 uur later heb ik Koen gebeld. Ik heb ook mijn beste vriend Allard gebeld. Uitgebreid over gesproken. Wat vind jij? Even pingpongen. Daarover. En toen Koen gebeld en zei... Ja, ik wil het heel graag doen. Toen ben je begonnen. En dan dat no-tempo van M-Lab. Hoe bevalt het je een gewelddadige clown onder de knie te krijgen? Nou, je zegt nu 2 dingen. No-tempo van M-Lab. Even daarbij stilstaand. Het is veel. En ik ben heel blij met, zeg, de week, 2 weken daarvoor of zo, van zelfstudie. Heel veel zelfstudie. Daar ben ik echt heel, dat voel ik heel slim van mezelf dat ik dat gedaan heb. Want dat redt mij nu, vind ik. Mijn nieuwe manier is, weet je, vandaag doe ik een beetje dit en morgen weer. Op die manier hoop ik het met de tijd een beetje op te gaan bouwen. Wat jullie vandaag hebben gezien bij een presentatie was, nou, we doen het gewoon even. En wat ik dan belangrijk vind, is dat ik er heel veel plezier in heb. Het is niet morgen is de première al. Dus ik geef mezelf ook de tijd. Het valt me zo op. Je zegt tegenwoordig doe ik dit, tegenwoordig doe ik dat. Wat is er aan? Je bent veranderd? Ja. Of je werkwijze is veranderd? Ja. Misschien ook. Het klinkt een beetje ouwe lullerig als ik het zo mag zeggen. 35 en het een en ander al gedaan. En ik bedoel, ik ben ook geen 18 meer of 21. Bepaalde dingen bevielen me niet uit het verleden. Die zaten me in de weg, ook mentaal. En belemmerden me ook, vond ik. Dingen van buiten of dingen van jezelf? Nee, gewoon in mijn eigen hoofd. Ook in je hoofd? Ja. Op die manier kon ik minder genieten. Kon ik minder diep gaan in het spel. Ik zing nu noten die ik nog nooit in mijn leven heb durven zingen. Ook. Mm-hmm. En nu gaandeweg, ik doe het gewoon. Ik smijt me erin. Doe het maar, weet je. En dan met Frans Heemskerk en met Koen. En er komen allemaal nieuwe dingen. En maar dat is het resultaat van je nieuwe handelwijze? Ja. Eerst een nacht slapen. Als je hoofd vrij is van belemmeringen, dan... Ja, komen er hele nieuwe dingen vrij. Het klinkt misschien een beetje zweverig. Dat mag. Maar het klinkt interessant. Ja. Weet je, het is ook gewoon heel erg bezig zijn met je eigen hoofd. Ja, wanneer heeft die kentering plaatsgehad? Nou, terwijl wij erbij stonden? Nee. Bij ja zuster, nee zuster? Nee, dat is iets van een beetje een jaar. Okay. Ja. Ja. Weet je, het is niet al heel, 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 heel lang bezig. En leef niet lang. En leef niet lang. En merk je dat het vruchten afwerpt? Ja, enorm. Wat ik net ook als voorbeeld gaf, Frans. Bijvoorbeeld met zingen. Maar ook met scènes. Ook met Vera.
dat je gewoon meer durft. En ik bedoel, het was niet zo van dat ik voorheen niks durfde. Maar ik heb het gevoel dat ik nu gewoon nog een stapje verder ben. Omdat mijn hoofd gewoon vrij is van belemmering. Ik ga nu over 2 weken heel anders naar jou kijken in de Wild Party. Dankzij dit interview. Nou, heel goed.